een supporter, een sponsor en natuurlijk een speler. Drie totaal verschillende invalshoeken, maar één bindende factor. AZ. Vanuit het AFAS-stadion in de Düsseldorf BMW Lounge is dit de AZ-vodcast. Zijn eerste doelpunt voor AZ1 in de Eredivisie was tevens de laatste van dit seizoen. Wat doet een spits als hij niet kan scoren, Ferry? Wat doet een spits als hij niet kan scoren? Ja. Door blijven gaan. Ja, oftewel, hoe kom je deze tijd door? Ja, nu zelf gewoon trainen voor jezelf. Ik heb een eigen sportschooltje. Dan in de streetterrein gewoon vanuit Geest heb ik dan een soort van garage. En daar kan ik kracht in doen. En voor de rest alleen maar hardlopen. En jezelf fit houden. Goed en gezond eten. Gewoon nog steeds vroeg slapen. En een beetje je ritme houden. Dus ik slaap zelf niet veel uit. Dus ik ben meestal om rond 8 uur ben ik gewoon weer wakker. En sta ik gewoon weer op. Dus ik heb een hond, dus daar moet ook mee gelopen worden. Dus het gaat gewoon door. Kijk eens aan, geen last van corona, kilo's dus? Nee, dat niet. Geen last van, gelukkig. Ah, oké, dan gaan we naar de volgende gast. Ze is al 16 jaar eigenares van een zakelijk reisbureau. Verzorgt ook daarmee alle Europese trips van AZ. Maar ja, wat doe je als er helemaal niet gereisd wordt en als je zoals wij allemaal thuis moet blijven? Ja, dat is lastig. We zitten inderdaad allemaal thuis. We werken ook allemaal vanaf huis. Dus dat mooie kantoor wat we achter Richard zien, tenminste aan de andere kant van het stadion, is leeg. Daar zitten wij niet. Allemaal vanaf huis. En de eerste weken waren we natuurlijk nog heel druk met al onze reizigers naar huis halen. Tickets omboeken. En op een gegeven moment is dat natuurlijk over. Nou ja, jullie weten, er wordt bijna niet meer gevlogen. Dus we hebben ook weinig nieuwe boekingen, tot geen nieuwe boekingen. Evenementen gaan niet door. Maar we zijn nu heel druk met bedenken van nieuwe evenementen. We hebben ook al aanvragen gekregen van hoe kunnen wij straks op 1,5 meter wel met een groep iets leuks gaan doen. Dus daar zijn we nu heel creatief over aan het nadenken hoe we dat straks gaan invullen. Want dat zal toch een tijdje zo blijven. En we bereiden ons voor op wat straks komen gaat. Met mooie nieuwe klanten waar we mee in gesprek zijn. Nieuwe online tool waar we achter de schermen druk mee zijn. Dus wij vermaken ons goed. Dus de THL-hartslag klopt door, net als de hartslag van AZ. Net als natuurlijk gelukkig de hartslag van Richard Liefding. Secretaris van de supportersvereniging AZ. Wat een seizoen. Het begon met het dakdrama. Daarna natuurlijk de spannende kampioensrace. Complimenten op het spel. Terecht natuurlijk. Spelen tegen Manchester United op kunstgras. Daarna naar Old Trafford toe. De kampioensrace die eigenlijk niet beslist is. De beslissing van de KNVB. En tot slot natuurlijk COVID-19. Nou, er gebeurde niet zoveel, hè, dit seizoen. Nou, je kan je een seizoen wat minder heftig is geweest. Dat klopt. Ja, het is een bizar seizoen natuurlijk. Hè. Het seizoen dat we 11 jaar naar het kampioenschap weer meedoen voor het kampioenschap. Het dak stort in. Gelukkig geen slachtoffers. Fantastisch ontvangen in Den Haag. Goed gepresteerd. En vervolgens tegen de top 3, waar we toch wat moeite mee hadden, alles gewonnen. 10-0 als je het bij elkaar optelt. Hè? 2 keer tegen Ajax. Prachtige wedstrijden. En COVID-19. Ja, bizar. En hoe zuur is het dan, de twee wedstrijden, wat we net al ook al zeiden. Tegen Sparta bijvoorbeeld, of tegen Twente. Twente uit. Maar goed, uiteindelijk is het nu tweede zijn we geworden. En natuurlijk volgende Champions League. Dat voelt bijna als een troostprijs, maar dat is natuurlijk fantastisch. Ja, vooraf denk ik had je voor dat resultaat getekend. Ja, dit zijn natuurlijk al onze gasten. Richard Liefding dus nogmaals van de supportersvereniging AZ. En dan hebben we natuurlijk Tessa Schulte van THL en natuurlijk Ferdy Druijf. En met z'n vieren gaan we praten deze aflevering van de AZ-vodcast. We hebben gevraagd of jullie allemaal een voorwerp willen meenemen dat jullie aan iets speciaals doet herinneren, natuurlijk in de context van AZ. Ferdy, mag ik bij jou beginnen? Zeker. Zeker, nou, ik heb mijn eigen shirt meegenomen die ik in de Europa League 2 keer had gescoord tegen Partizan thuis. En omdat dat mijn mooiste moment is wat ik tot nu toe heb meegemaakt bij AZ. Natuurlijk ook de plaatsing voor de Europa League meteen ook al, of althans, we waren door natuurlijk. De volgende wedstrijd zouden we tegen Manchester United uit moeten spelen. En als wij verloren hadden tegen Partizan, dan zou dat nog wel heel moeilijk zijn om daardoor te gaan. Want we moesten daar anders winnen. Dus ik heb mijn shirt meegenomen omdat ik daar heel trots bij ben.
Ja, ik denk ook na die wedstrijd tegen Royal Antwerpen is dit toch wel de wedstrijd waar de meeste ontlading was, denk ik, in het stadion. Dat was voor mij de 92e minuut, wat er ook al even het voorgesprek over Ron Vlaar kwam in beeld. Die had het niet meer. Maar volgens mij geldt dat voor jullie ook, hè, Richard en Tessa. Tessa, hoe heb jij dat beleefd? Die 2-2 tegen Partizan eigenlijk, terwijl iedereen dacht van nou, het houdt op inderdaad, wat Freddy net al zei, we liggen eruit. Ja, hoe heb jij dat moment beleefd? Hoe ging dat? Ja, nog niet zo heftig denk ik als die mannen op het veld, maar wel heel bijzonder. Want je weet gewoon dat het niet meer gaat lukken, tenminste. Dat verwacht je op dat moment. Ja, en dan komt die ene en dan denk je, ja, maar dan kan het toch nog. En dan flikt die druif het gewoon toch. Ja, fantastisch. Echt super. Ja, je zegt het goed, flikt die druif het dan toch. Ik denk dat dat wel echt door duizenden mensen is uitgesproken op dat moment. Richard, jij natuurlijk heel erg actief voor de supportersvereniging. Ook heel veel uitwedstrijden meegemaakt. Natuurlijk ook Old Trafford, mooi moment. Maar deze thuis, tenminste thuis in Den Haag, ook super mooi denk ik. Ja, dat ging van teleurstelling naar euforie natuurlijk. Hè. Je denkt, het ligt eruit. Want je moet winnen dan bij Manchester. Nou ja, dat was natuurlijk een ingewikkelde opgave. En als je dan toch de 2-2 maakt, wat je eigenlijk niet meer verwacht. Ja, bizar. Gewoon geweldig. Die euforie die je dan op. Het was natuurlijk ook omdat we natuurlijk 2-0 achter stonden en Myron kreeg natuurlijk die rode kaart. Ja en dan denk je natuurlijk helemaal dat het klaar was. En toen kwamen er nog 2 goals uit. Nou ja, dat verwacht je zelf ook niet. Ik ook niet eens van mezelf, weet je wel. Dus die ontlading, als je het nog terugkijkt, af en toe kijk ik gewoon nog echt terug. Omdat ik het gewoon super mooi vind voor de club waar ik al zo lang speel. En ja, waar ik natuurlijk op heb gedroomd om iets moois mee te maken. Ja. Nou ja, dan flik je dat zelf met 2 goals natuurlijk. En dan, dan kijk je dat terug en dan denk je toch, die ontlading van iedereen, wat je net zegt, Ron Vlaar en zo, die opgenomen werd op de tribune. Ja, zulke dingen zijn super mooi natuurlijk. Mensen gingen al naar huis, 85e minuut of 80e minuut of zo, weet je wel. Nou, die weten ook niet wat ze meemaakten natuurlijk buiten het stadion om. Ja, het was gespeeld net als toen tegen Ajax, hè, die later dan van Marouane Boadu. Maar toch was deze intenser, had ik het idee. Was deze, dit was gewoon hartstikke mooi. En blijf je leven bij. Ik moet zeggen, je beschrijft het moment wel hartstikke mooi. Ik zie het ook weer voor mijn ogen gebeuren. Jeetje jongens, ik mis het wel hoor. God zie mij, hoe is het met jullie? Ja. Hoe gaat het met iedereen? Deze voetballoze periode, even los natuurlijk van het leed rondom COVID-19. Als ik dan dit weer hoor, dan krijg ik weer kippenvel. Hoe gaat het met jou, Freddy? Mis je het niet vreselijk, die wedstrijdprikkel? Jawel. Absoluut. Je mist gewoon de drang om weer lekker op het voetbalveld te staan. En wedstrijden te spelen en te winnen. Want we zaten natuurlijk in een hele goede periode. Waarbij we echt geschiedenis konden schrijven. Ik geloofde daar echt in. Want we hadden gewoon een goed, jong team. En ja, wij konden zulke mooie dingen presteren dit seizoen. En natuurlijk, dat hebben we al laten zien in de Europa League. Helaas dan KVB-beker niet zo ver geschopt dan dat we wouden. En dan heb je natuurlijk, sta je gedeeld eerste met Ajax. En wil je gewoon voor kampioenschap gaan. En ja, dat gaat nu eigenlijk gewoon bij je neus voorbij, helaas. Ja, aan de andere kant. In de jeugd was jij een doelpuntenmachine. Je bent topscorer geworden van de KKD, om het maar zo te zeggen. Mooie, belangrijke Europese treffers gemaakt. Die eerst nu in de Eredivisie. Freddy Druijf in de Champions League. Besef je het al een beetje? beseffen. We moeten eerst natuurlijk die voorrondes nog doorkomen. Maar in principe, het is natuurlijk waar ik vind dat AZ hoort te staan. Op het allerhoogste podium. En daar moeten we ons laten zien. En ik hoop volgend jaar dan ook weer minuten te gaan maken. Ja, daarom ook even een goaltje mee te pakken. Ja, precies. Dat is toch mooi zijn, man. En dan die klank alleen al. Dat is al te gek. Hey, ik ga naar Tessa. Tessa, wat heb jij meegenomen als voorwerp? Want jij bent natuurlijk iemand die heel veel op pad is geweest met AZ. Klopt, ja. We hadden het er net al even over. Dit is ons 5e seizoen dat wij travel partner zijn van AZ. En ik heb van de 19 Europese wedstrijden uit er 17 meegemaakt. 2 moeten missen vanwege vakantie. Ja, ik heb getwijfeld, want ik heb veel. Dus wat ga je dan meenemen? Maar ik heb iets gepakt wat ook tekenend voor AZ is. Dat is deze. Ik weet niet of je hem kunt zien. Ja, ik zie een logo en ik zie een... kijk, daar is die. Heel even kom ik. Ja, Europa League bal. Ja. Met allemaal handtekeningen erop, zie je. Met alle handtekeningen. Ik heb ook even gespiekt. Er staan er maar 2 op van mannen die er nu nog zijn. Dus hij is al wat ouder. Hij is van oktober 2016, de wedstrijd van AZ tegen Maccabi Tel Aviv.
Oh ja. Over de uitslag hebben we het dan maar niet. Maar nee, we hadden toen nog een tafel in de George Kessler Lounge. Nu inmiddels hebben we een skybox al 3 seizoenen. En daar kon je dan de wedstrijdbal winnen met handtekeningen. En wij hadden destijds Engelse collega's over. En die man wilde per se die bal. Ik zei, joh, als ik hem win, ik win nooit wat. Krijg jij die bal? En ik won hem. Dus ik moest hem afstaan met heel veel verdriet. Want ik wilde hem heel graag zelf hebben. En dat vertelde ik de volgende Europese reis aan iemand van de sponsoren. En Michael Koster, commercieel manager van AZ, pikte dat op. En riep mij de week daarna bij hem. Want Tess, ik heb een cadeautje voor je. Dus ja, dat vond ik ook tekenend. Ik vind het sowieso, de bal vind ik leuk met de handtekeningen. Maar ook het moment dat dat opgepikt wordt. Ik ben iemand die daar nooit om zou vragen. Maar Michael hoorde mij dat zeggen en dacht, nou, dat ga ik voor jou fixen. Dus, kijk eens tekenend aan. Voor de mensen binnen AZ, hoe ze met hun sponsoren omgaan en met supporters. En, ja, merk je dat ook, Richard? Want ja, hard verwarmd inderdaad. De lijnen zijn hier al kort, merk je aan alles als er wat geregeld moet worden. Nou, we doen het gewoon. Wat dat betreft past het wel bij Noord-Hollandse mentaliteit, wat wel eens wordt gezegd. Richard, merk je dat ook, dat die lijnen zo kort zijn en dat van die hartverwarmende acties vanuit de club ook richting de supporters gaan? Ja, ik denk dat sowieso, hè, dat het bijzondere van AZ zijn, zeker dan van de grote broer of zus, hoe je het ook zeggen wil, hè, de concurrent in Amsterdam, dat we een heel toegankelijke club hebben. Wij kunnen zo binnenlopen bij Robert en bij Max, als er wat is. Bij de SLO ook. Hè. De lijnen zijn heel erg kort. Zitten ook 2 keer per jaar zitten met de spelersraad om de tafel. Dat is denk ik ook wel uniek. Dat gebeurt ook niet overal. En op die manier merk je gewoon dat het een hele warme club is en dat heel veel mogelijk is. Jij liet in een interview weten, want je werkt onder meer op het Maagdenhuis, dat jij op maandagochtend bij de koffieautomaat altijd heerlijk je Amsterdamse collega's liet te stangen. Dan heb je een prima seizoen achter de rug, denk ik. Ja, dat klopt. Ik ben inmiddels alweer bij een mbo-instelling in de Zaanstreek aan de slag. Okay. Maar toen ik nog in Amsterdam werkte, in het centrum van Amsterdam. Ja, het was natuurlijk heel erg fijn als we een keer gewonnen hadden van Ajax. Om dan toch wel je AZ-shirt en dan vervolgens door Amsterdam, incognito uiteraard. Maar dan gewoon je shirt open doen en dan is de koffie extra lekker op maandag, kan ik je zeggen. Overigens andersom ook, hè? Ja, precies. Ik ben een beetje in een beeld denken. Maar hoe doe je dat met zo'n lange jas dan en een capuchon op of zo? En dan in één keer, tadaa, in het Vondelpark. Nou ja, dat ook weer niet, hè. Dat ook niet. Maar wel dat je, kijk, het is toch, je loopt met een ander shirt dan door Amsterdam. En dat moet je niet doen volgens mij, want je weet toch niet hoe dat afloopt. Nee. Maar het is wel heel erg grappig om je collega's dan te stangen natuurlijk. Absoluut. Ja, precies. Nou, we hebben al 2 hele mooie voorwerpen gehad, hè. Het wedstrijdshirt natuurlijk. De gesigneerde bal die alsnog werd geregeld. Wat is jouw voorwerp, Richard? Nou, ik heb lang zitten twijfelen, want ik heb heel veel voorwerpen thuis liggen van AZ zijnde. Dus als je bij mij AZ roept, dan kan het huis instorten. Maar ik heb gewoon maar gekozen voor mijn sjaal, omdat die overal mee naartoe gaat. En daar zit eigenlijk de meeste emotie in. En ook de emotie van mijn vader is in 2014 overleden. Maar ja, ook toen al ging hij dus mee. Hè? Dus de herinneringen die ik met hem heb in de Alkmaarder Hout en ook in het AFAS stadion. En nu dan met mijn eigen zoon. Ja, dat is eigenlijk ook wel, dat staat hier als beeldspraak voor. Zit erin. Ja, er zijn tranen van vreugde, maar ook tranen van verdriet zitten erin, begrijp ik. Ja, absoluut. Hè. Een gemist kampioenschap in 2007, maar ook in 2009, het kampioenschap. Ja. Maar ook de overwinning natuurlijk tegen Ajax, zowel uit als thuis dit seizoen. Ja, die zitten er ook wel in hoor, die traantjes van geluk. Ja man, mooi man. Hey, jij neemt je kinderen ook wel eens mee, liet je ook weten. En je vader, zoals je net aangaf, is overleden. Als je dan in een stadion bent en er is een moment van ontlading of er is iets bijzonders. Ik noem maar wat zo'n sfeeractie als AZ weer binnenkomt in het stadion, het dak eraf tegen Ajax. Had ik dan net eventjes over. Is hij er dan toch, denk je dan even aan hem, ook vanwege die sjaal? Of hoe zit dat? Want nou, wel bij bepaalde momenten. Als de bal net toevallig op de lat gaat, denk ik, nou, dankjewel pa, heb je ons geholpen. Dus in die zin is hij er wel, maar ja, weet je, niet continu natuurlijk. Maar bij speciale momenten, natuurlijk denk je dan aan hem terug. En zeker de momenten in de Alkmaarder Hout. En de mooie dingen in ook het Ons AFAS stadion. Dus hij is er wel altijd, maar niet continu. En hij was er zelfs even bij, denk ik, in Den Haag toen Freddy Drijf in de 92e minuut die 2-2 even op de borden schoot. Waren erbij. Ja, zeker. Oké, nou we gaan gauw door, want we hadden wat nieuwe onderwerpen bedacht, maar ik zie de tijd gaat zo snel. We beginnen met de eerste quizvraag. Hebben jullie een pen en papier bij je? We gaan want die quiz die gaan we een beetje verdelen. We hebben een beetje feedback gehad van volgers, waarvoor ontzettend grote dank. Dus jullie ook laten horen wat je ervan vindt, hè? Want daar zijn die gewoon mee begonnen en we doen het voor jullie. Hoe kunnen we het beter doen? En zo gaan we lekker door. Dus pen en papier voor de eerste quizvraag. Ik moet eventjes hier wat verschuiven.
3 vragen in totaal. Daarna bij een gelijke stand een benaderingsvraag. Is het dan nog gelijk? Dan gaat de beker... Ja, we hebben nu nog daar een mok van gemaakt. Hier, witte beker. Tadaa, staat hij. Naar de supporter. Hij is getekend. Staat erop. Dus... van deze 3 gaat hem winnen. Overigens heeft een speler hem nog nooit gewonnen. Eerst was het Barry Doddema, leerkrachtbegeleider uit Den Helder, meester Barry. Vorige week was dat Mireille van Wendel, van de Treffer. Dus ja, in de spelersgroep is er nog geen beker gewonnen. Dus Freddy, aan jou dus de uitdaging. Oké, daar gaan we. Mooi. De eerste vraag. Daar komt hij, jongens. Wie van de volgende spelers speelde in de jeugd van AZ, maar kwam uit in de hoofdmacht? Dus wie van de volgende spelers speelde in de jeugd van AZ, maar kwam uit in de hoofdmacht? Was dat A? Oh, kwam niet uit. Oh, wacht even. Nog een keer, jongens. Ja, we zitten lekker live. Ik krijg net van productie wat. Wie van de volgende spelers speelde in de jeugd van AZ, maar kwam niet uit in de hoofdmacht? Oké, we hebben hem. Is het A, Jimmy Floyd Hasselbaink? B, Philippe Cocu? Of C, Khalid Boularus? Dus wie kwam niet in het eerste? A, Jimmy Floyd Hasselbaink, Philippe Cocu of Khalid Boularus. Nou, er zijn er 2 die werken met een achtergrondje. Dat is altijd even leuk hengelen met zo'n cameraatje. En ik heb even een pen nodig, jongens. Hebben we ons antwoord kunnen geven? Ja, daar is een pen. Kijk, het is natuurlijk AZ-pen. We zitten natuurlijk hier. Oké dan. Goed. Nou, Freddy, wat is jouw antwoord? Gokkie. Ik weet hem zelf echt niet. Ik heb nooit voetbal gekeken eigenlijk vroeger. B. B, oké. Freddy zegt B. Oké, dan ga ik naar Tessa. Ja, wordt ook een gokje. Antwoord A. Oké, antwoord A. Richard, ja, dat moet toch wel een beetje de alwetende kenner zijn onder ons. Nee, helaas. Maar ik denk ook B. Ook B. Nou, dat heb je dan allebei, of alle 3, niet goed. Het antwoord is antwoord C, Khalid Boularus. Jawel. Ik sprak Khalid toevallig nog afgelopen week. Ik zei, nou, wat ziet er lekker afgetraind uit, man. Maar hij had corona gekregen en hij heeft er echt wel een week of wat last van gehad. Veel afgevallen en het had een hoop impact op hem. Hebben jullie ook iemand in je omgeving die te maken heeft gehad met COVID-19? Of valt het nog wel mee? Bij mij valt het mee in ieder geval. Ja? Gelukkig. Jij houdt er niet zoveel van? Nee. Oké, en jij, Richard? Nou ja, niet rechtstreeks direct bij mij, maar wel een collega van zijn moeder en vader. Ik werk natuurlijk op school en daar is natuurlijk wel wat meer. Ja, precies. Meer mensen om je heen. Ja. Jij, Tessa, nog collega's of mensen uit de school? Wel wat mensen om me heen die ik ken, maar niet van heel dichtbij, zeg maar. Okay. Wel wat klanten, familie van... Ja. En dat is allemaal wel goed afgelopen, Tessa? Of, ja. Nou, dat is fijn. Goed, we hebben nog een nieuwe onderdeel. Dat heet de 120 van. 120 seconden, dan gaan we dieper in op een van de gasten. Zodat onze volgers, kijkers, luisteraars meer weten met wie ze te maken hebben. Oké, dan gaan we beginnen. 2 minuten lang, ik moet eventjes een timertje erbij. Met Richard Liefting. Ja, oké. Daar gaan we. 2 minuten en ik moet hem eventjes goed afstellen. Dan gaan we over 2, 1 en we starten. Ja. Richard, hoe lang ben jij als supporter van AZ? Nou ja, van kinds af aan. Dat is eigenlijk al vanaf met de paplepel ingegoten door mijn vader in Alkmaarhout. Dus ja, en sinds een jaar of 6 echt actief bij de supportersvereniging van AZ. Dus echt actief en dichtbij bij de club. Want hoe groot is jullie supportersvereniging? Het varieert ongeveer. Hè. Het zit ongeveer rond tussen de 3 en de 3500, tussen de 3000 en 3500 leden. Afhankelijk van de prestatie van Ferdi en zijn collega's, hè, zie je dat omhoog gaan of omlaag. Dus nu zitten we ongeveer op 3400, geloof ik. Kijk eens aan, want ik weet dat toen de verhuizing naar Den Haag, zo om te zeggen, ter sprake kwam. Toen werd er gezegd, nou, er zullen heel veel supporters hun seizoenkaart opgeven. Maar dat viel toch eigenlijk wel mee, hè? Ja, ik denk dat het aantal best wel meevalt. Het hangt een beetje vanaf hoe het volgend jaar natuurlijk gaat met het dak en dergelijke. En dat horen we dan wel afhankelijk van het dak. Maar ja, het aantal opzeggers is eigenlijk reuze meegevallen. Ook bij de sportersvereniging. Amper opzeggingen als gevolg van Den Haag. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En laten we hopen voor de club dan ook dat ook volgend seizoen zo is. Want het is nog allemaal onzeker. Ja. Kan jij de typische AZ-supporter typeren? Wat zit er nou op de tribunes bij AZ?
Nou ja, die is er eigenlijk niet, hè. Het varieert namelijk van de diehard die vooraan staat met de blote bas tot aan de vader en moeder die met hun kinderen naar AZ gaan. Het typeert zich wel, denk ik, als een gemoedelijke en warme club, AZ. Dat is wel hoe je ze kan typeren. Mensen gaan erheen voor niet alleen voor het spelletje, maar ook voor de gezelligheid. Als ik nou al heel lang in het stadion kom, maar ik ben niet lid van de supportersvereniging, waarom zou ik dat wel doen? Nou ja, sowieso. Hè. Wij exporteren een eigen supportershome. Dus als je lid bent, kan je na de wedstrijd kan je naar het supportershome gaan. En voor een gereduceerd tarief kan je je drankje nuttigen. We hebben sowieso, sponsoren wij en regelen wij ook de uitbussen naar de uitwedstrijd in de Eredivisie. We hebben een supporters magazine. We sponsoren onder andere ook het ziekenhuis in Alkmaar. Onder andere de verbinding die komt van ons. Mooi. En op die manier behartigen wij zeg maar, de belangen van de supporters. Wat is je mooiste AZ-moment, tot slot? Mijn mooiste AZ-moment, ja, dat is toch wel het kampioenschap in 2008-2009. Dat is iets met het feestje op langs het kanaal. Ja, dat zijn wel de dingen die je nooit meer vergeet. En wat ook wel een tussen haakjes mooi moment was, was dat in 2007. Daar heb ik wel staan te huilen. Diep staan te huilen dat het misging. Hè, op de laatste dag. Excelsior, ja. Excelsior, nou dat doet nog steeds pijn. Dus dan moeten we snel maar overheen stappen. Kijk eens aan. Nou oké, het zou zo mooi zijn. Oh, tot allerlaatste vraag. Was AZ kampioen geworden dit jaar? Zonder ja, corona? Ja, zeker. Vanaf dag 1 heb ik geroepen, we gaan meedoen voor het kampioenschap. En dat maakt het extra zuur. Ik geloof er recht in. Absoluut. Ja, oké. Goed, dankjewel. Dan gaan we naar Ferdi Druijf. Ook weer voor jou 2 minuten, 120 seconden van Ferdi Druijf. Goed, hartstikke leuk. Marwin Boadou doet het supergoed, maar ik wil eigenlijk altijd spelen als spits. Ja, absoluut. Dat is waarvoor je voetbal speelt. Ik heb altijd in de jeugd altijd alles gespeeld. En dan ben ik vorig jaar een halfjaartje nog verhuurd natuurlijk naar NEC. En dan kom je terug en dan ben je topscorer geworden van de keukenkampioendivisie. En dan hoop je gewoon bij AZ1 te kunnen spelen waarvan je droom is en een vaste waarde te worden. Maar ja, dat is helaas is dat niet gelukt. Ik heb een aantal minuten gemaakt. Ik heb wel wat minuten gemaakt gelukkig. Dus dat scheelt wel weer. De laatste tijd steeds meer. Dus daarom is het ook balen dat dat de coronacrisis natuurlijk is gekomen. Dus ja, aan de ene kant is het zeker balen, want je wilt altijd spelen. Zie jij Marwin Boadou als concurrent of echt gewoon als teamgenoot en dat je elkaar, wat je bij keepers ook hoort, gewoon echt zo scherp mogelijk houdt? Hoe sta je daarin? Ja, ik denk dat het daarom wel mooi is hoe wij als team zijn. En ik denk daarom dat wij zo goed gepresteerd hebben, dat wij echt als team staan. En Myron is een goede speler, daarom is hij niet voor niets bij het Nederlands elftal. Nou ja, oké, dat moet ik gewoon accepteren en ik moet gewoon mijn ding blijven doen eigenlijk. En dat ben ik ook altijd blijven doen. Dus ik zie het echt als team, want je wilt gewoon winnen. Je wilt AZ, wil je naar de kampioenschap leiden, wat bijna was gebeurd, maar helaas niet. Dus ja, nee, echt als team. Je hebt nog een contract tot 2023 uit mijn hoofd. Waar liggen jouw ambities? Wat wil je als eerste gaan bereiken zodra de bal weer rolt? Ik wil spelen. Ik wil spelen sowieso. Alleen, het ligt er natuurlijk aan allemaal allerlei dingen. Wie er blijft, wie er weggaat. Maar het liefst wil ik in AZ1 gaan spelen. En gewoon meer basisplaatsen, meer minuten maken. Precies, ja. En prijzen pakken. Sorry. En prijzen pakken, dat is ook sowieso het belangrijkste. En dat willen we volgend jaar willen we dat ook zeker doen. Dus, ja. Daar zal het zeker niet aan liggen als team zijnde. Want ik snap het wel, het is natuurlijk hartstikke leuk hoor, een beetje zo'n grapje met zo'n beker. Dan hebben we in ieder geval iemand bij AZ die een beker vastpakt. Ja, precies. Het gaat natuurlijk om zilverwerk, jongens. Ja, goed. Meestal zitten dames gaan voor en ik bedenk me nu, nou waarom vraag ik nou Tessa als laatste? Dat moet toch de volgende keer anders? Nee hoor. Tessa? Ja, oké. Okay. We gaan ook 2 minuten jou interviewen. En we beginnen gewoon daarmee nu. DHL Travel, wat doen jullie precies? Ja, wij doen zakelijke reizen voor bedrijven die internationaal opereren. Dan moet je denken aan het regelen van de vlucht, hotel, autohuur, ferry, trein, visum, verzekering. Eigenlijk alles. Dat is 1 onderdeel. Het tweede onderdeel is group, sport en event reizen.
Daar doen we echt voor grotere groepen de reizen en dan echt compleet op maat. Maar ja, Ferdy kan vertellen of we dat goed doen of niet. Ik hoop dat hij ja gaat zeggen zometeen. Nou, Ferdy, zeg het maar. Gaat het goed? Ja, ja, ja. Zeker, okay. Zeker. Gaat goed. Ja. Dus dat is een onderdeel. Daarnaast doen we nog meetings. We hebben een stukje vakantiereizen, luxere vakantiereizen, wat we voor onze zakelijke klanten doen. En we hebben betaaloplossingen. Dus eigenlijk 5 verschillende poten. En voor AZ, dat is dan 1 van onze klanten, hebben we allerlei branches, wel wat meerdere sportklanten. En voor AZ doen we individueel vervoer. En dan moet je denken aan de scouts die op pad gaan naar nieuw talent. Oké, direct heel de wereld heen. Ook of ja. Europees wel, hè? Ja. Ja. Okay. Ja. Directie. En eventueel buitenlandse spelers die naar hun familie gaan of familie die overkomt. Dat gebeurt ook. En dan de groepsreizen, dat is dan de andere afdeling. En dat is dan voor het team de Europa League wedstrijden. Straks Champions League wedstrijden. Trainingskamp. Dus, ja, dat. Zo, dat is een hele voor de volle orderportefeuille. Jullie doen echt superveel. Ja. Je was net aan het vertellen over die bal. En eigenlijk zie ik dan gewoon een diehard AZ-supporter die eigenlijk denkt van, oh, mijn bal is weg. En gelukkig, ik heb hem teruggekregen. Waar komt dat AZ-gevoel bij jou vandaan? Wat is die link? Ja, dat is wel een beetje gek. Eigenlijk ben ik gewoon heel erg gek van voetbal. Daar is het begonnen. Vanaf dat klein meisje was, liep ik op het voetbalveld. Wel bij de amateurclub, maar mijn vader zat daar in bestuur. Dus altijd mee met het eerste uit en thuis. Dus daar, die voetballiefde is daar ontstaan. En eigenlijk daar waar ik woon, ga ik naar het voetbal. En dat gaat nu dan niet helemaal meer op, want ik woon in Amersfoort. En ik zit altijd bij AZ, dus dat is een ritje. Of bij ADO, ook een tijdje. Ja. Maar wij zijn gaan huren. Daar is de connectie met AZ mee begonnen. We zochten kantoorruimte in Alkmaar. De compagnon en ik zijn beide gek van voetbal. Zagen in het AFOS-stadion kantoorruimte te huur. Dus, nou ja, en dan met een Henk van Rijnshoeven die je dat gaat proberen te verkopen. Ja, gaat helemaal dat vind ik wel, hè? Ja. Ja, als je van voetbal houdt, ja, dan ben je snel overstag. Dus we hebben inmiddels nu 5 jaar zitten we aan de noordkant. 500 vierkante meter. Ja. Jullie hebben 60 personeelsleden, hè? Klopt, ja. Een groot bedrijf. Nou, dankjewel. Oké, we gaan gelijk door naar quizvraag 2. De teller staat nog op 0 voor iedereen, dus dat moet natuurlijk even anders, hè? Oké, Ferdy, dus voor de spelers doet het. Nou ja, misschien word jij de eerste speler, Ferdy, die beker gaat winnen. Dan kan je dan het hele jaar lekker mee plagen. Oké, we gaan door, jongens. Tweede vraag. Welke voormalig Europese tegenstander van AZ ging de afgelopen week failliet? Is dat A, Standaard Luik? B, KSC Lokeren of C, FC Sochaux? Dus A, Standaard Luik, B, Lokeren of C, Sochaux. Wie is er failliet gegaan? Helaas, want nou ja, het is gelukkig bij AZ net niet gebeurd. Maar nou ja, hebben we allemaal een antwoord? Dan begin ik bij Richard. Richard, wat is jouw antwoord? Ik heb geen flauw idee, maar ik ga gokken. Ja? Het was A de eerste keer, dus ik ga nu voor wederom de B. Wederom de B voor Richard. Dan gaan we naar Tessa. Ja, ik heb hem ook, de B. Ook de B, oké. En dan tot slot, Ferdy Druif. Dan hebben jullie hem allemaal goed, ik heb ook B. En jullie hebben hem ook allemaal goed. Het is Loker inderdaad. Allemaal een punt. Ja, ik shit. Ik dacht, hem, ik weet hem. Ik weet ja. hem. Ja, heerlijk is het, hè? Helaas. Dat was een zekere goal van hoppakee, boom. Goed, voordat we naar de beslissingvraag gaan, ik kijk nog even op mijn klokje, want ik wil het niet te lang laten duren. Jongens, het is best roerig in KNVB-land. Wat vinden we, hoe kijken we aan vanuit onze verschillende geledingen tegen de besluitvorming nu? Dat dus de competitie is afgelopen, in dit geval AZ is tweede geworden. Ferdy, wat vind jij daarvan? Ik vind het een beetje dubbel. Het is natuurlijk, gezondheid gaat allemaal voor. Dus je wilt natuurlijk allemaal geen risico's nemen, met onszelf ook niet. Dus stel voor, wij moeten allemaal wedstrijden spelen tegen elkaar zonder publiek. Dan nemen wij alsnog risico. Maar aan de ene kant ja, hadden ze misschien de wedstrijd kunnen spelen om het kampioenschap en om het beker. Dan had je misschien een andere verhouding gekregen. Plus dan nog de keukenkampioendivisie volgend jaar met 20 spelen. Misschien had je dan een betere verhouding gekregen. Voor heel veel voetbalclubs in ieder geval. Maar nu krijg je wel niet. Nu krijg je heel veel gedoe eigenlijk rondom het voetbal en de KNVB. Dus ja, het is een beetje. Het kan twee kanten op eigenlijk. Ja, er staat er een beetje dubbel in. Tessa, hoe kijk jij ernaar? Ook als travel partner van in ieder geval AZ, maar ook van Heerenveen en Utrecht natuurlijk. Hè? Jullie zijn voor meerdere clubs actief. Wat vind jij van de gang van zaken?
Ja, nee, ik sluit me wel aan bij Ferdi. Ja, tuurlijk, hè, gezondheid voor alles. Maar ik vind deze stand niet helemaal eerlijk. Want we hebben natuurlijk wel als AZ zijnde en nog drie andere clubs een wedstrijd minder gespeeld. Dus mijn idee was eigenlijk, ga die twee wedstrijden spelen. AZ Feyenoord, Utrecht Ajax. Voor AZ maakt het niet uit. Die tweede plek hou je vast. En Utrecht had maar zo van Ajax kunnen winnen. Dus dan was het een ander plaatje geweest. En dan ook die bekerfinale speel die Utrecht Feyenoord. Dan heb je vier clubs die spelen. Wel drie wedstrijden, maar vier clubs totaal. Laat die spelers testen en spelen zonder publiek. Dat was eigenlijk mijn idee. Dan heb je gewoon een bekerwinnaar en een eerste eerlijke plek. Dan heb je allemaal dezelfde wedstrijden gespeeld. Het kan misschien zijn dat er een vacature vrijkomt in Zeist als voorzitter van de KNVB. We zullen aan je denken. Hè? Dat is goed. En tot slot, een supporter. Hè? Hoe ziet een supporter dit? Nou, eigenlijk ook in al je ervaring natuurlijk, Richard. Ja, nee, weet je, ik sluit me eigenlijk wel aan bij de vorige sprekers natuurlijk. Kijk, veiligheid en gezondheid boven alles. Dat mogen duidelijk zijn. Maar dit voelt niet als eerlijk. Hè? En op basis van sportieve gronden. Ik had het eigenlijk logischer gevonden dat in ieder geval die twee wedstrijden nog in werden gehaald. Of als er gekeken werd naar het onderlinge resultaat. Hè. Als je kijkt dat wij twee keer hebben gewonnen van Ajax. En ook nog eens een keer hè, van de top 6-7. Dat we eigenlijk alle uitwedstrijden hebben gespeeld. En ook nog het resterende competitie. Ja, dan vind ik dat je ook voor een ander alternatief had kunnen kiezen. Als KNVB zijn. En wat ik met name ook wel vervelend vind. Ook voor de degradatie en voor de promoveren. Hè, zijn ze ook aan voorbij gegaan. Dus ja, je moet een besluit nemen. Elk besluit, daar zijn mensen tevreden mee en ontevreden. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, hier zitten echt wel een aantal haken en ogen aan die ik gewoon niet begrijp. En nogmaals, veiligheid en gezondheid boven alles. Dus dat begrijp ik wel. En met name ook de manier waarop het te sluiten. Een stemming vragen bij de clubs en daar eigenlijk niks mee doen. 16-9 begreep ik. Nee. Maar goed, oké. Laten we dat maar de hoge heren en dames uit zien te vinden. En of het juridisch nog aangevochten kan worden. Nou, we gaan het al meemaken. Wat dat betreft is er qua nieuws nog genoeg te doen. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, is wie wint hier de AZ Podcast Quiz? Dus, we hebben allemaal één punt. Laatste vraag. En dan nog eventueel een benaderingsvraag. Daar gaan we, jongens. De laatste vraag. Let op. Oh, dat is leuk. Bij welke Chinese club speelt Graciano Pelé op dit moment? Is dat A, Guangzhou Evergrande? B, Beijing Guoan, kennen we allemaal. Of C, het altijd bekende Shandong Luneng? Dus is dat A, Guangzhou Evergrande? B, Beijing Guoan? Of C, Shandong Luneng? Ja, precies. Weet het natuurlijk allemaal. Dit is ABC'tje. We beginnen bij Tessa. Ja, ik ga hem weer gokken deze hoor. Geen idee. Ik ga voor de B. Oh, jij gaat voor de B van Beijing Guoan. Oké. Ja. Dan gaan we naar Ferdi. Ik ga voor C. Shandong Luneng. Luneng. Ja, oké. En dan uiteindelijk gaan wij naar Richard. Ik ga voor Ferdi. Jij gaat ook voor C. Het ja, nee, is... ik heb hem echt hoor. Ja, ik geloof je man. Ik geloof je. Het is ook antwoord C. Het is ook antwoord C. Jawel, het is... Even kijken, nog één keer. Shandong Luneng, daar speelt Pelé. Overigens, puur voor de sportieve uitdaging heeft hij ons wel eens laten merken. Heeft niets met financiën te maken. Goed, dan hebben we een gelijke stand, 2-2. Helaas, Tessa, jij met één punt bedankt voor je deelname. Maar dat betekent toch wel dat de spelers er dus nog in zitten. En de supporters ook. Het wordt een confrontatie tussen de supporters en de spelers. Een benaderingsvraag dan. Hoeveel doelpunten heeft AZ in dit seizoen in alle competities tot nu toe gemaakt? Oh, ja. Dus dan heb ik het over Eredivisie. Graag gedaan, Richard. Ja. Zeker. En natuurlijk Europa League. Ja, weet je dat, Richard, of niet? Oké, psychologische oorlogsvoering nou, jongens. We gaan beginnen. Het zijn er niet zoveel, hè? Het zijn er niet zoveel. Zo, ik weet het niet, hè? Kom maar door, jongens. Ik wil over 3 seconden jullie antwoord weten. 3, 2, 1. Kom maar, Richard. Ik zeg 65. 65. 70 had ik. 70. Dan hebben we een winnaar, dames en heren. Nou. Maak je klaar voor de uitslag. In de Eredivisie scoorde AZ 54 treffers. Oké. In de beker 6. En in de Europa League, na de groepsfase, ging AZ door als meest scorende ploeg van de Europa League. 28 in totaal. Dat maakt het totaal op 88. Met 70, Ferdi, zit jij er het dichtst bij. Van harte gefeliciteerd.
eerste speler die deze mooie jongen wint. Gefeliciteerd, Freddy. Mooi, dankjewel. Goed gedaan. Ja, lekker man. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie echt vooral heel veel succes, gezondheid wensen met alles wat jullie doen. Ik wil jullie echt bedanken voor jullie deelname. Post lekker op je eigen socials dat je in de podcast zit. Verder jou ook heel veel plezier. En ik zeg het eigenlijk tegen alle gasten van de podcast. Ik hoop elkaar heel snel in goede gezondheid weer in dit stadion te mogen ontmoeten voor een wedstrijd van AZ. Het gaat jullie allemaal hartstikke goed. Dankjewel. Absoluut, dankjewel. Dit is alweer de derde aflevering van de AZ Vodcast. En wij zijn benieuwd wat jij ervan vindt. Wat kan beter? Wat mis je? Heb je nog een tof idee? Laat het even weten in de comments. Wat sowieso een feit is, is dat deze beker eindelijk voor een speler is. Te weten, Freddy Druijf.